kill me, moeder. Je hebt het echt druk, hoor. Ik weet niet wat zo'n man doet. Zou je ook met mijn moeder appen? Ja, voor zeer waarschijnlijk. Jou, hoor. En met mijn Jordi. Ja. Ongetwijfeld. Die valt echt in een zwart gat. Ook naar mijn zoon. Ja? Ja. Oh ja, ja, dat ook, denk ik. Ik denk het, ik weet het niet. Ik denk dat ze inmiddels 1 miljoen vrienden heeft op Facebook. Want alles gaat via Messenger en weet ik veel wat, als ik de verhalen mag geloven. Ja. Ik krijg wel 100 miljoen briefjes in mijn handen geduwd. Mijn moeder had ook in één en papa hadden ook veel contact met mensen die hier naar evenementen zo. Ja, mijn vriendinnen. Ja? Dat weet je wel af als je buiten komt, hoor. Zo, ik ben moe, hoor. 4000 euro. Lekker, 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 lekker. Lekker doen. Lekker uit eten met de meisjes. Ik heb echt zin in een wijntje. Ja. Maris. Dinsdag. Dinsdag mag ik weer. Het is 6 uur. Ja. Op zaterdag. Kan best. Er staat nog rosé open in de koelkast. Rosé, rosé, rosé. Ik ben benieuwd van mijn moeder contact met mijn mensen. Mijn moeder is helemaal niet zo. Nee, die van mij ook niet. Mijn moeder echt niet. Die van mij ook niet. Mijn ouders doen ook niet meer, hoor. Nee? In één wel, maar dan kom je eruit en dan krijg je nog steeds van iedereen een jaar lang elke dag berichtjes. Nou, daar moet ik ook niet aan denken, hoor. Dit doe ik nooit meer, ja. Ik ga ook echt mijn nummer gelijk... Messenger belt. Ja? Ja? Ja, FB. Ja, de hele dag. FB is het eerste wat ik gelijk... Wat voor informatie dan? Gelijk. Ik heb hem ook al geblokkeerd. Allemaal fans die de hele dag bericht sturen. Hij stuurt een video bellen als je hem video bellen. Oh, erg. Kan je dat niet uitzetten dan? Kan dat, toch? Ik had een nieuwe FB aangemaakt toen ik eruit kwam. Of omgezet of zo. Maar ter verificatie hebben ze die wel 6 nummer. Wacht. Had ik neergezet. Werd die gelijk gepubliceerd. Werd die zelf door mensen gebeld. Nee. Ben gelijk naar de winkel gaan, ik heb een nieuw nummer gehaald. Oh, zo. Dat is ook de eerste wat ik doe thuis. Gelijk een nieuw nummer. Mm-hmm. Nee, die heb ik al. Ik weet hem geen. Ik wil gewoon met delen. Aangezien we toch altijd samen zijn. Zo vrienden. Ja. Goed idee. Tenzij ze dikke shows gaat draaien als DJ Diva. Ja. Dan sta je en Tove Tony, ja. Je wordt Costa Brava toe. Podium, allebei. Ik wil naar Ibiza. Ik het Ik heb geen zin om de pan weer aan te zetten en alles te doen. Want dat ding is leeg. Oh. Hoe dat is wel heel veel moeite voor je is. Morgen moet ik ook weer koken voor de groep. 3 keer deze week. Wat ga je koken? Morgen, als we niks hebben, dan kook ik niet. Zeg ik morgen... Wat zou je maken dan? Weet ik niet, ik had niks ingekocht. Nee, maar er is helemaal geen groente.